Ja, lieve vrienden, welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Weesterboel. Ja, ik ga met die meisjes zo meteen even lekker lopen. Ja, ja. Wat? Wat? Wat was dat? Wil je meepraten? Nou, dat mag hoor. Ga je gang? Nee, toch maar niet? En jij dan? Jij niet, hè? Nee, jij begint pas te praten als je buiten bent, hè? Ja. Ja, dat dus. Maar in ieder geval, ik moet eventjes zien waar ik mijn camera kwijt kan, want ik heb de boel al klaar zo vast. Zo. Dan was die weer weg. Zo. Maar in ieder geval, ik heb geen haarlak in mijn haar, dus hoe het zit, Joost mag het weten. Ja, het moet nodig gedaan worden. Dus ja, dat dus. En nou, ik moet vanmiddag weg en daar neem ik jullie ook mee in mee, gezellig. Ja, gewoon hartstikke gezellig. En wat er gebeuren gaat, dat zien jullie dan wel. Maar in ieder geval, ik ga zo eerst even met een meisje lopen. En ik moet er om 3 uur wezen. Dus ja, ruimschoots op tijd. Het is nou net 14 minuten over 1. Dus inderdaad, ruimschoots op tijd. Ik had er eerder moeten wezen, maar ik heb gebeld. Want ik kon er niet uitkomen, want ik had knallende hoofdpijn. En dat is nou... weg. Dat dus. Ja, en als je hoofdpijn hebt, dan wil je niet weg. Dus ik heb gezegd van, ik kom wat later, want sowieso. Ja. Nou, dat was helemaal goed. Dus, toppie. Helemaal geweldig. Dus ja, en dan ga ik eerst met meisjes even lopen. En dan, als ik weer terugkom, ja, ik heb de computer wel aangedaan, want anders... ja, ga je heen en vermenigvuldig je, dank u. Want als ik altijd, heb ik altijd nog even wat doen, weet je. Dus, maar in ieder geval, we gaan nou even van start. Ik heb al mijn telefoon op de loopapp. Ik heb mijn snoepie. Ik weet niet eens waar mijn sleutels zijn. Ik denk in mijn jaszak en die heb ik niet nodig, mijn jas. Want het was 21 graden, werd er gezegd. Dan haal ik dit wel weer even weg. Hup, daar naartoe. Ja, 21 graden, zegt mijn telefoon. Daar staat alleen een resultaat. Google, dat staat ook 21. En het voelt ook als 21. Dus ik doe wel een feestje aan vanwege mijn schouders. En we zullen het beleven. Het zonnetje schijnt hoog aan de hemel, zegt hij ook. Ja. Dus, helemaal leuk. Nou, hoppa, 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 hoppa. Hé, ja nou. Ja. Dus, dat dus. En ik zou zeggen, geniet gewoon van alles. En geniet een beetje. Nee, tot later. Doei, doei. Nou, die legt daar lekker eventjes, hè, lang uit. En de kleine meid, nou ja, jullie zien de pootjes wel. Die heeft daar de koele plek op gezocht. En wij gaan zo meteen de hort op en ik heb mijn sandalen aan. Ja, dus we gaan zo meteen de hort op. En zoals ik al had gezegd, jullie gaan mee. Ja, jullie gaan mee. Maar ik heb steken in mijn vinger. Dat vind ik vreemd. Er is niks aan mijn vinger te zien. Het is mijn middelvinger ook nog eens een keer. Die steekt net alsof er een speld in zit te prikken, weet je wel? Nou, hoe dan? Maar ja, lekker belangrijk, we gaan er lekker vandoor. Ik heb, hoe heet dat, mijn pendelhek bij me. Die heb ik trouwens altijd bij me, zo had ik gisteren ook al verteld. Maar het zakje waar die in zat, het naadje was kapot.
Maar het is van dat hele dunne spul. Ik kan het wel gaan zitten te naaien, maar dan is het morgen weer kapot. Ik heb nou nog net een nieuwe gevonden, die nog niet gebruikt was. En daar heb ik hem in gedaan. En dat van mijn BH-bandje vastgemaakt. Ja. Het is wel zwart, maar dat doet er niet toe. Maar ja, hij zit er mooi onder, dus. Maar in ieder geval, ja, ik moet er om 3 uur wezen, dus. Ik heb nog even de tijd. Ja, ik heb nog even de tijd. Ik heb net eventjes aan mijn spel gewerkt, want daar had ik gisteren helemaal niks aan gedaan. Dus ik mag me schamen. Maar ja, ach ja. Ik heb ook wel eens geen zin, weet je. En bekijk het dan maar. Ja, het is maar een spel. Mijn echte leven gaat voor het echt, voor dat spel. Ja. Ik baal al dat ik niet in Second Life kan komen, want ik ben mijn wachtwoord kwijt en ik kan hem nergens vinden. Ja, wel de oude, maar daar kom ik er niet mee in. Nee. Dus ja, en daar baal ik van, anders had ik dat weer graag willen oppakken. Want dat was altijd wel leuk. Ja, en dan iemand zien te vinden die Engels kan en ja, dan een stuk land kopen, weet je, en dat je daar lekker in je gang kan gaan. Heerlijk, ja, dat vond ik altijd fijn. Maar ja, helaas, pindakaas, kan er momenteel er niet meer in. En wat ik ook eraan doen kan, ik snap er niks van. En ja, ik kan wel online komen met een ander poppetje, maar nee, het gaat mij om mijn hoofdpoppetje. Ja. Mijn hoofdavatar. Ik heb namelijk 2 poppetjes, maar dat tweede poppetje, ja, daar heb ik niet de spullen bij wat ik bij mijn eerste poppetje heb. En met het eerste poppetje was ik getrouwd met Sensei, oftewel mijn echte man, Jack Lauterburg de Jong, die heette Daru Sensei Lindman. En daar, in dat spel waren we ook getrouwd en al. Maar ja. En dat wil ik zo graag weer, maar ja, het wachtwoord is pleite Yoshio. En daar baal ik ontiegelijk van. Dus, maar ja, kan er ook niks aan doen. Ik ben er een hele tijd wel mee online geweest, maar ja, ineens was mijn wachtwoord eruit. Ja, dat stond altijd vast in dat programma van Second Life, dat stond er gewoon vast in en ineens was het weg. Ik krijg nou wat, waarom is het weg, weet je? En overal aan het zoeken geweest, ja, waar is het? Ja, nergens te vinden. Potverdikkie. Maar ja, ook dat is maar een spel. Maar het doet me wel pijn, weet je? Het was iets van mijn man en van mij, ja. Dus ja, ik denk dat ik gewoon helemaal opnieuw eens een keer een avatar aanmaak. Of wat dan ook, ik weet het niet. Ik moet dat nog eens even bekijken. Want het was altijd wel leuk. Ja. En dan de dingen die ik nog weet, dat weer oppakken. Ja. Maar ja, en dan iemand vinden die Engels kan en die dat spel ook speelt. Ja. En dan zien we wel weer wat we vinden en wat we kunnen doen. Daar heb ik ook al aan zitten te denken. Maar ja, komt allemaal goed. Ja, we gaan gewoon vol goede moed er eens een keertje naar kijken. Maar dan moet dat toch wat slechter weer worden. Echt iets leuks voor wanneer het straks weer kouder gaat worden. En ja, we zien wel. Ja, dan neem ik jullie daar ook in mee. Gewoon gezellig. Ja. Eventjes mijn nieuwe oorbellen daar neerleggen. Zo. Maar oké, jullie gaan nou ook straks mee. En jullie zien het wel waar we belanden. Het is in ieder geval leuk. Jullie zijn er al vaker geweest. Of vaker dan 1 keer en of vaker dan 2 keer. Dus helemaal gezellig. Ja, we gaan er gewoon van genieten. Ja, althans, ik ga ervan genieten. Of jullie ervan genieten, jij Joost mag het weten. Ook gaat er iets gebeuren wat jullie nog niet eerder gezien hebben. Ook dat. Maar we zullen het beleven. Komt allemaal goed. Ik zou zeggen, geniet van alles en geniet ook met mij mee. Tot later.
Doei doei. Ja, jullie zien een schaaltje met snoepjes. En een vaasje, en er zitten bloemetjes in. En foldertjes hier ook. Ja, nou, ik denk dat jullie dan al aardig weten waar ik ben. Koffie in een eigen koppie. Ja. Ja, we zitten dus weer bij de kapper. En het is nog een onderbak. Dus ja, daarom is zo even. Ja, 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 maar jullie begrijpen dat wel weer dat ik daar ben. Als jullie het allemaal zo'n beetje zien. Ja. Komt helemaal goed en we nemen jullie er gezellig in mee. Tot straks. Zoals ik er net al zei. Zit ik weer bij de kapper. Maar ja, toen kon ik nog niet alles laten zien. Nee, toen was het te druk. Maar Anouk, die zit lekker achter me. Hi, schat. Hi. Hoe is het met jou? Ja, goed hoor, met jou ook. Ja hoor, lieve. Ja. Met mij altijd. Tenminste, ik ben later dan het zou. Maar ik had eerst knallende hoofdpijn. Ja. Oh, echt? Ja. Dus ja, dan kom je later uit je bed. En dan moet je erbij nog lopen. Uit. Nee. Maar we gaan flink stuk korter weer, want het was de vorige keer was het mij eigenlijk een beetje te lang nog. En we doen een ander kleurtje blauw erin. Want dit was mij een beetje te dof. Het moet knallen! Doe maar, schat. Ja, wat voor een meervoud? Modern. Ja, lekker kort. Lekker kort. Ja, en de zijkanten mogen ook wel korter dan... Het ook hoor. Orenvrij? Ja, uiteraard. Ja. Die altijd vrij. Maar ik ken nou vliegen. Het hetzelfde model en dan korter. Dat mag ook een ander model hoor. En zij had ook de vorige keer hier een klein stukje korter geschoren. Ja. En dat vond ik nog wel wat te zien. Maar dat mag helemaal wel aan de eerste kant. Wel lekker. Ja. Dat is wel goed. Even kijken. Maar ja, daarom zei ik, je moet je bij mij je fantasie laten gaan. Als het maar lekker kort is. Ja. Kort. En dan verder je fantasie, want het liefst zit ik met mijn ogen dicht, hè? Ik denk, dan mag ik lekker naar beneden kijken. Ik heb vroeger in Friesland heb ik een kat gehad en die had een boze spiegel. Ja. En dan deed hij altijd een handdoek eroverheen. Kon ik niks zien. Ideaal. Hoe lang vlog je nu al? 2017 ben ik begonnen. Wat een tijd al. Ja. Echt. En nog leuk ook. Ja? Dat was in het jaar dat mijn man is overleden. Die is in februari overleden. Ja. En nou, pak een beetje 3-4 maanden later. Toen had ik mijn dochter aan de telefoon. Ik had de televisie aan en de reclame ervoor. En weer voor de zoveelste keer hoor je iets over vloggen. En mijn man en ik vroegen het iedere keer al af, van wat is dat? Ja, dat wisten we niet, we keken iedere keer te laat. Ja. En nou aan mijn dochter gevraagd, en dan schiet ze eerst in een lach. Ik zei, nou wat is er te lachen? Nou ja, eigenlijk doet mama dat al. Ik zeg, wat bedoel je? Nou, u mag graag foto's maken, u mag graag filmen. Ja, dat klopt. Ze zegt, en dan stuurt u dat naar mij toe of naar andere vrienden. Ze zegt, als u dat nou eens niet doet, maar op YouTube zet, dan bent u, dan vlogt u. Oh. Ik zeg, nou, dan mag u mij helpen, want ik weet er geen anders van. Ja. Nou, hij is eerst gekeken met hulp op afstand, kan dat. Heeft ze gekeken of ik wel een account had op YouTube? Ja, had ik. Had mijn man al ooit eens gedaan. Ja. Nou, ze zegt, ik kan nu hier de filmpjes neerzetten. Ze zegt, die u op de telefoon al hebt. Ze zegt, ik help u wel even. Nou, ze zegt, wat moet ik doen? Nou, ze zegt, gewoon die filmpjes naar YouTube sturen. Ik zeg, hoe dan? Nou, heeft ze me het helemaal uitgelegd op de telefoon hoe ik dat moet doen. Nou ja, toen had ik dat door. Nou, heeft zij het eerst op YouTube gezet voor mij. Ja. En ja, later gewoon met hulp op afstand heeft mij dat een beetje geleerd hoe ik het moest doen. En een programma op mijn computer gezet.
en nou ja, in elkaar zetten en alles. Nou, dat heb ik zo met de hoeders, maar... Ja, oké. Okay. Maar ik denk dat je er wel veel tijd in steekt, want als jij bijvoorbeeld nu de hele tijd filmt, ja? Hou je er natuurlijk niet allemaal in. Leg eraan, dit hou ik er gewoon in, dit mogen ze rustig weten. Ja, nee, dat snap ik, maar ik bedoel, bijvoorbeeld als ik hier nu, zou ik zeggen, half graag aan het knippen ben, ik denk niet dat jij je filmpje van 3 uur lang maakt. Nee, ik stop hem straks weer, totdat we weer een eind verder zijn. Ja. En dan weer even. Zo. Ja, net zo lang, totdat af en toe eens eventjes. Dat is nat. Maar in ieder geval, ja, dat is, het is hartstikke leuk om te doen. Ja. En wat ik erin wil hebben, dat hou ik erin. En wat ik er niet in wil hebben, dat knip ik eruit. Ja. En een tijdje terug was ik eventjes ontoer, maar ik reed langzaam en ik was gewoon ook aan het vertellen terwijl ik reed. En dat was door het kwelder duin en dan staan daar bij een bruggetje twee jongens met een scooter. Ja. En die wouden er niet in. Ik zei, ik ben buiten, ik weet niet. En ik zeg, maar filmen wat ik filmen wil. Ja. Ik zeg, wie er voor me eerst komt, ik zeg, dat is hun probleem, niet dat van mij. Ja. Nou, ze staan er wel op, maar ze zijn onherkenbaar omdat ik aankom rijden en ik rij hun voorbij en ik heb eigenlijk een stukje scooter. Dus, ja. Hoe dan? Ik moest ze dus bleuren. Nou, ik heb ze nou niet gebleurd, want het was niet nodig. Ja. En daarbij, ik ben buiten. Ja. En dan mag het. Ja, maar je hebt ook weer een privacy wet, hè? Ja. Hallo. Maar privacywet moet je eens hier wat einde van de poort gaat kijken bij hoe heet dat gebouw? Ik zeg altijd Avanti. Dat nieuwe gebouw. Nee, als je nou hier richting die terrassenboel gaat. Ja. Dat nieuwe gebouw. En dan deze kant heet die patatboer. Ja, gewoon het grote gebouw. Ja, en dan het grote gebouw. En als je die voorbij loopt, ja. Heet vlak naast het muurtje, heet weer een paal staan. En als je dan omhoog kijkt, zie je daar een camera op. Dus hoe zo'n privacy bent. Ja, okay. Je wordt in de gaten gehouden. Door, je weet wel. Ja, je wordt sowieso wel. Ja. Ik steek daar een dikke vinger op hoor. Bekijk het maar even. Je moet er tegenin gaan. In Engeland zijn ze bezig al die palen om te zagen met cirkelzagen, hè? Ja? Ja. Kom je op TikTok al tegen. Die zijn er helemaal klaar mee? Ja, hier toch ook. Ze komen zelf deze kant op. Hebben ze gezegd, er zitten ook Nederlanders bij. Die dat doen. Ja, dit is natuurlijk voor je pand dat je filmt. Als er wat gebeurt natuurlijk, maar en is die privacy wat ook wel weer een beetje raar. Daarom. Maar ja, in ieder geval, wij gaan hier vrolijk door aan deze kant. Ja, echt waar. Vraag maar aan Anouk. Anouk, ja. We gaan door. Ja. Nou, dan doen we jullie eventjes weer uit. En ik zou zeggen, tot straks. Ja, nou ja, jullie zien me weer zitten. Ja, met een blauw plukje op mijn hoofd. Kuisje. Ja, ik ben nou echt een kuisje. Hè? Met een puntje omhoog. Of een piek, kan je ook zeggen. En allemaal rode knijpertjes in mijn haar, om dat vast te houden. Maar in ieder geval, dan moet het intrekken en dan uitspoelen en wassen en feunen. En dan zien we wel weer hoe het ruilt in zeilen gaat. Dus ja, ben er in ieder geval wel weer gelukkig mee. Tot zover in ieder geval. Maar in ieder geval, we gaan weer vrolijk verder. Ik zou zeggen, tot straks maar weer. Toeliedokies. Ja! En dit bedoelen we nou, hè?
helemaal mooi blauw. Ja, niet tof. Het is nou mooi felblauw. Boom, het vliegt eruit. Ja, en dat bedoelden we nou. Boom. Helemaal top gedaan, schat. Toppie, dankjewel. Kijk, dan praat je toch ook. Ja. Nou dan, dat bedoel ik. En dat is jouw werk. Ja. Ja, dat is gewoon jouw werk. Ja, ja. Echt. Dus, nou, dat doen we gewoon weer zo. En dan staan we er samen weer op. Ja. Dus Anouk haar werk. Ja, echt waar. Dus we zijn er weer helemaal blij mee. Toppie gedaan, schat. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja, lieve vriend, ik ben weer thuis. Ja, en ik vind het zelf mooier dan de vorige keer, want het was meer dof. Ik weet niet. Het was wel blauw, het stond me wel mooi, maar het was dof. En ik wou inderdaad dat het eruit sprong. Dus ja, speciaal weer voor jou, Paul Huizer. Ik hoop dat dit beter naar jouw smaak ook is. Ja, niet helemaal, want dat is helemaal dan wordt het te. Maar het is niet meer zoals het was, mijn eigen kleur er tussendoorheen kwam. Ik zei ook, ik wil die hele pluk blauw en niet hier en daar een vliertje. Nee, die hele pluk. Ik zeg, helemaal blauw maken. En niet die doffe kleur, maar velkje. Het moet uitspringen, het moet boom wezen. Nou, bij deze. Ja, ik ben er blij mee. Dus ja, Paul Huizer, ik hoop dat het ook jou beter vindt. En ja, natuurlijk zal ik je naam er weer bij vernoemen. Ja, speciaal voor jou ook. Dus het komt allemaal goed. En hou gewoon vol goede moed. En we zien wel waar het strand, het trip gaat stranden, wil ik zeggen. Maar nou zijn er andere belangrijke dingen. En dat zijn deze twee dames. Die willen er graag uit. Want ik ben nou net thuis. En het is 6:20. Ja, het is alweer laat. Wat dat dan gaat. En ik kan het al mekkeren. Maar ik ga eerst met de meiden eruit. Daarna gaan, mag die binnenkomen. Dus ja. En dan gaan we een hapje eten. Want ook ik heb zin in wat. Maar ik ga echt niet koken. Nee, ik heb even zien hoor. Ik heb Chinees eten heb ik een paar avonden gehad. Ik heb met Karin en met Marianne visschotel weg zitten te eten. Dus ja, warm eten genoeg gehad. Dus het is weer even tijd voor een broodje. En ik denk dat ik even een eitje kook. Lekker zacht gekookt eitje. Lekker. En dus komt ook wel weer goed, zou ik zo zeggen. En ik moet nog aan het editen. Ja. Ik moet nog een vlog in elkaar zien te zetten. En dan komt het ook allemaal wel weer goed, zou ik zo zeggen. Dus ja, lieve vrienden, geniet gewoon van jullie avond. En die klok is best achter. En niet te zijn er ook. Voilà, laat maar gaan even. Ik zou hem vandaag ook wel gelijk zetten, maar laat maar even gaan. Zijn andere dingen die belangrijker zijn? Ja. Dus dat dus. Ik ga mijn vest weer terug vast doen. Ik weet niet hoeveel graden het is. Dat komt ook straks wel. Ik moet ook sowieso mijn wandel-app aan gaan doen. En de meisjes klaar gaan maken. Dat staat 23 graden. Wanneer je dat ding weer wat draait, dan word je ook gek van. Blijft maar draaien. En dan denk ik ook, hoe dan? Blijf stilstaan. Ja, toch? Ja. Nou, het is 23 graden en het voelt als 23 graden. Dus in principe heb ik hem niet nodig. Maar ja, ik zat op de booster stil. Mijn haar is nat geweest, dus je krijgt het sowieso koud. Daar is ook de airco aan. Dus ja, nog kouder dan dat je het al dan krijgt omdat je haar nat is. En dan zit je weer op de booster, zit je weer stil. Dus ja, je hebt rijwind. En nou moet ik langs die rothoek. Dus ja, laat maar gaan, denk ik dan. Toch? Dus ja, komt helemaal goed. Ik zou zeggen, geniet gewoon van alles. En ook van het prachtige mooie weer.
En ja, mijn pedicure en mijn manicure, dat komt andere week vrijdag. En dan gaan jullie ook weer gezellig mee. Dat zou ik vandaag, maar dat is het vandaag niet geworden, want het was stampvol drukte. Ja, dus dat ging het hem niet worden. Dus gaan we andere week heen en ja, de baas heen doet mijn voeten. En iemand anders doet mijn nageltjes van mijn vingers. Ja, dus pedicure en vechten, ja, weet ik veel hoe dat, maar manicure, pedicure, dat dus. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet en tot later. Doei doei! Ja, daar zijn we weer, lieve vrienden. Ja, het is alweer 1:32. Ja, het wordt tijd dat we naar bed toe gaan, maar eerst moeten de meisjes eruit. En ik heb mijn twee lampen aangehad vanavond, want ik heb ook met de deur open gezeten. Maar het is inmiddels alweer best afgekoeld, want die heb ik ook alweer een tijdje dicht. Maar ik denk, ja, waarom zal ik nou de derde lamp erbij aandoen? Of alle lampen, ik denk, laat maar, er is toch verder niemand bij me, dus vandaar. Maar nu komen we bij jullie weer in de huiskamer, of waar dan ook jullie zitten, liggen, hangen, weet ik veel wat. Binnenvallen om jullie een welterusten te wensen en lekker slapen, uiteraard ook morgen weer gezond doen opstaan en ja, wie weet wat jullie gaan doen, ik weet het niet wat jullie gaan doen en ik weet ook niet wat ik zelf ga doen, nee, maar in ieder geval wens jullie welterusten en ja, jullie weten het, God die houdt over ons allemaal de wacht, daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht en tot morgen. Doei!